Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garden Shiny Cagelock. En hier heb je Sander met een intro momentje. Ja, ja. Kut, hij werkt niet. Kut, nee. Wat ben jij een loser. Nee. Ja, helemaal ja, je moet anderhalve minuut stil zijn. Want ik doe een intro momentje, maar je hoort freak, mij wel. Freak, ja, nee, ja. Het was een kut. Het heeft niet gewerkt. Het heeft niet gewerkt. Fuck. Hey, okay. Ben teleurgesteld. Het is niet zomaar yoghurt. Het komt van zo'n speciale koe. Deze koe is... Jij aan de beurt. Yo, yoghurt. Dit moet je ontdekken. Paula, yoghurt, hè? Terug. Kijk eens, Paula, yoghurt. Met van die heel ziek in terug te vlekken. Yo, de mengen en klaar. Het is heerlijk. Speciaal van onze vriendin. Het is van onze Paula. Yoghurt. Dit moet je ontdekken. Het is Paula yoghurt. Yoghurt. Dit moet je ontdekken. Het is Paula yoghurt. Met van die heel ziek in vruchten vlekken. En Paula is voor elkaar. Yoghurt tussen mengen en klaar. Ja? Ja, dat was hem! Paula, let's go! Dit was wat het eerst, omhaalde. Ik ga stuk. Gaat er in ieder geval nog iemand stuk? Ga je ook lopen? Nee. Dit is echt heel mooi. Als je het hoort, je gaat het prachtig vinden. Ik zie nu jouw scherm trouwens niet. Dat is niet aan de game. Ah, kat! Oké, en mijn hele computer is kapot. Oh, ja, ik heb haar. Oké, waar zijn we gebleven? Behalve Paula yoghurt met van die heel stiekem vruchtenvlekken. In Slateport, denk ik. Slateport, ja, dat denk ik ook. Want... Ja, ik had een plussel, had ik. En zo'n lelijk bezie had ik. Een kutste bezie in de geschiedenis van kutste bezies. Heb jij Yamper in deze game? Wow. Nee, erger, plussel. Maar dat is niet erger. Dat is drie keer erger. Nee, zeker niet. Zeker wel. Kijk, dit is een boze meneer. Oh, jij unlocked the memory van deze game. Wat ik moet doen. Wacht, wat? Nee, je bent verkeerd. Ik ben verkeerd. Ja, oké, je bent wel verkeerd. Je hebt gelijk. Waar is mijn... Hoezo werkt mijn fiets niet? Wacht, heb je nog geen fiets? Nee. Hoezo kan ik er niet in? Ik moet hier toch in? Je moet eerst hier in de docks, als het hier beneden. In de docks? Ja, daar. Hier? Daar moet je binnen. Volgens mij ben ik hier nog nooit geweest in Pokémon. Nou, je hebt vast wel een keertje of Omega Ruby of Alpha Sapphire of Ruby of Sapphire of Emerald gespeeld. Ik heb Ruby, Sapphire en Emerald wel gespeeld, maar hier ben ik nooit in geweest. Daar moet je ook in bij Ruby, Sapphire en Emerald. Maar gaan ze nu allemaal weg? Ja, toch? Nu kan je er gewoon in. Ja, good thing. Oh, wacht even. We gaan eerst eventjes, voordat we iets heel vies gaan doen, namelijk Sue gebruiken. Want Sue is een irritant klote personage in Inazuma Eleven. Ik ben heel erg blij dat jij... mijn OBS loopt dus best vaak te kut, hè? Ik ben heel erg blij dat jij je eigen voice opneemt. want anders had ik nu geen voice wel gehad. Ja, dat ken ik. Dat doet hij bij mij ook. Elke keer na een Windows update, dan gaat hij zo doen van... Oh, hey, jij wil opnemen? Ja. Nee, ik ga alles resetten, zodat je niks hoort. Ik had laatst heel veel geluk, want ik had een paar afleveringen van Harry Potter Generations opgenomen met Rusty. En gelukkig had hij mijn stem ook opgenomen, want hij recordde gewoon mijn audio niet. Ja, precies. Maar ik heb hier geen Aqua Grunts. Ben ik wel goed? Nee, je bent ook in een Magma game, dus. Je moet met een mannetje praten, Sandring.
Deze? Ik dacht dat de aqua currents, of de magma currents hier waren. Joh. Oh, ik ben Devin. Leuk man, leuk man. Er is nog iemand die Devin heet. Volgens mij mag je dat man. Nou, ik hoopte dat je dit mocht overslaan. Nee, die klote bitch die doen we niet, toch? We doen zonder de klote bitch of met klote bitch? Het is not featuring klote bitch. Ja, dat dacht ik al. Maar ik kijk me toch naar klote bitches. Maar Sandring, over de week zie ik jou gewoon. Ja, heel hard. Daar heb ik echt zin in, Ing. Ik ook. Weet je dat het bijna een jaar geleden is? Juni. Oh ja, jij was er niet bij de vorige keer dat het hier was. Nee, want toen was ik ziek. Oh ja, toen was je... Nee, dat was dus het kut, hè. Ik zat jarenlang zat ik op te hypen. Ja, dan ben ik ziek voor school. En toen was ik daadwerkelijk echt ziek. Oh, dat vond ik zo kut toen, hè. Ik haatte mijn leven toen best wel. Een pokeblock in kering. Ik ga even bubbeling beamen, mag dat? Nee. Maar weet je wat ik soms denk? Wat denk je? Hoe krijgt Paula dat nou voor elkaar? Het is zo'n geweldig intro momentje. Echt, je had erbij moeten wezen. Oh wacht, je bent erbij, maar je hoorde alleen niks. Hoe komt dat nou? Dus ik had er niet bij moeten wezen, want dat heeft dus helemaal geen invloed of ik erbij was of niet. Oh, je gaat in de... Je gaat het horen. Het is geniaal. Oh, wat het internet allemaal kan. Ik hou ervan. Heb je ge-AI'd? Nee, het heeft me 5 euro gekost om op Fiverr iemand te vragen die dit liedje in wil zingen. Lul niet. Jawel. Waarom? Nee, het is een AI. Tuurlijk niet, joh. Ik ben toch niet helemaal gestort. Ik dacht al, dit is zo niet Sander, dat kan niet waar zijn. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb niks tegen Zuba trouwens. Nee, ik... Het is wel AI en dat hoor je ook wel als je terug hoort. Oké. Hoor je ook wel als je terug hoort. Ja, dan hoor je het wel. Oh ja, ze gaan nu sinds je min al. Gelukkig maar. Erin Gutter? Hoezo heb ik geen back move? Niet dat het uitmaakt voor een Zuba, maar alsnog. Explain to me why Alaskan Bullworm has no Alaskan Bullworm move. Megadrill! Dat is weer geen bug move. You do be hating on the bug moves? Nee, ik wil ze juist. Maar dit is wel... Bommen met modder! Lekker ring Marston! Weet jij of... Oh, ze zijn beide special. Oeh, maar die is van 90. Jij bent ook special, Sander. Nice. Dat wist ik met niet. Welke Pokémon won ik? Oh ja, we deden. Dat was een Martiana fight, hè? De laatste cage match. Heel kut. Ja, dus die. Ray Dark was dood. Dus kijk, die heeft bij mij de revive. Ja, ik vind het lastig, want accuracy is 95 bij Air Cutter. Ik wil Gust eigenlijk niet verleren, maar ja. Weet je wat trouwens bij mij niet vaak gebeurt, maar nu wel? Dat ik dus een beetje achterloop met editen. Dat ik dus nog niet eens klaar ben met het editen van de vorige aflevering. En normaal ben ik er altijd wel klaar mee als wij weer opnemen. Jij weet de intro momentje van de vorige dingen nog niet? Ja, ik weet wel dat jij Loserboy 98 of zo had. Volgens mij was het 96. Dat mag ook. Want die guy had een PS5. Ja. Oké, dat weet hij wel. Ja, dat was aflevering 3. Die heb ik net geëdit. Vlak voordat we begonnen. Cool. Kijk, hier kunnen we een nieuwe Pokémonster vangen! Yo, daar wil ik ook zijn. Jongens, hou op. Kst. Klote magma, ga weg. Het helpt niet. Daisy! Misschien helpt het wel. Wacht even. Nee, ze gaan eerst nog een heel... Oké, ze gaan eerst nog een heel dialoog voeren. Trialoog. Dat is toch dialogisch? Dat is wel een beetje een dialogisch. Maar ze gaan maken er een triathlon van. Of trialoog. Deze van. Vind ik spannend. Azula, ik kies jou! Ik zou Axel kiezen, als ik jou was. Axel 420 Blazed? Ja. Gozer, ben je hele levensverhaal aan het vertellen of zo? Man, het is echt... Yo, je hebt een slugma? Ja. Dat kan ik me niet herinneren. Dan heb je niet goed opgelopen.
Bro, het is echt 5 jaar geleden. Oké, nee, dat is niet waar. Vijf dagen valt misschien. Valt best wel mee. Het is, nou, ik denk wel dat het is al een week of twee geleden. Ja, twee of drie weken, ja. Het is wel weer even geleden, daar heb je gelijk in, Sandering. De vorige keer was ik nog niet eens begonnen met mijn eigen nieuwe serieing. Welke nieuwe serieing doe je? Infinite Fusion. Is dat die Pokémon-serie, Infinite Fusion? Ja, dat is een nieuw. Oh, die wil ik ook een keer doen. Dat is de nieuwste Pokémon-serie. Is het vet? Ja, ik vind hem wel vet. Soms krijg je fusions en dan denk je eel. Maar dat heeft ook wel weer wat. En sommige misschien zijn, dat ik het ook in moet doen. Sommige zijn gewoon heel funny en sommige zijn gewoon echt heel vet. En de meeste zijn dat je denkt... Oh. Hey. Ik moet tegen mijn vriendin. Die heeft een van deze konijnen. Nou, ik zou het meteen uitmaken. Wow. Wacht, kan ik? Misschien. Ik heb hem gedodged. Ah, fuck, ik heb hem niet gedodged. Misschien komt ze wel mee, hè? Echt? Ja. Yo, nee, ik mag er wel dan. Dan wel. Anders heb geen plus in mine, bro. What the fuck doe je? Nee. Ja. Dus ik heb er wel zin in dat we Nick elkaar ook, volgend weekend niet ziek zijn er in. Nee. Oh, nee, joh. En al ben ik wel ziek, ik kom gewoon. Waarom ga je nou weer mij uitkiezen? Ik ga bitches. Dat is niet waar. Nee, oké, dat is zeker niet waar. Nou, why the fuck you lying? Deze bitch wel, die had ik lying. Wel. Ik snap haar toevoeging. Wat is haar toevoeging in de nieuwe Pokémon games? Dat zeg ik niet. Nee, omdat ze die niet heeft. Precies. Oh. Je had net zo goed haar niet in de game kunnen stoppen en iedereen was letterlijk blij geweest. Nu is het zo van... Ik denk dat niemand dat in de gaten had gehad als ze er niet in geweest. Precies. En ze zat ook niet in de oude, toch? Of is het ook een nieuwe? Nee. Zij is wel nieuw. Ze hebben deze hele cutscene toegevoegd. Oh, wat? Ik dacht zodat dat het wij geen andere... geen ik dacht dat geven. Dit een hele andere route was dan dat het was. Ik kan hier nu geen Pokémon vangen. No! I have failed the city. En deze route hebben we al een Pokémon gevangen. Ben jij zo'n loser bijvoorbeeld? Wow, ik wist niet dat er geen... Nee, oké, dat is van mij. Ik dacht dat daar die Numel route was, maar dat is boven Marvel. Nee, jawel. Ja, dat is boven Marvel. Hebben we vandaag een cage match ook? Nou, dat hoop ik dat we toch wel een keer bij een cage match komen, ja. Oh, wat ga ik nu doen? Hoeft niet, over. Als jij niet wil, maar dan zijn we wel na 2 afleveringen klaar. Nee. Rot op. Ik wil wel cage match. Rot op? Nee, doe niet rot op. Dus. Juist niet. Ga niet oprotten, want ik wil wel cage match. Ik vind dat gezellig. Ondanks dat ik dan daarna hartstikke salty ben omdat ik een Pokémon verloren heb. Omdat ik ja, we kunnen het beste de cage match tot de laatste aflevering van een sessie bewaren. Daar heb ik er geen last van. Nee, dat valt wel mee. Behalve als ik Ghost Type doe tegen. Hey Sander, er staat gewoon 1-1, hè. Geloof in jezelf. Nu weet ik nog. Oh, wacht, wat? Dat was echt zo. Dat sloeg nergens op. Ja, dat is kut. Ik ga Plusle. Die is ook zo goed, hè? Plusles. Tegen mijn team dan. Oh, ik wou net zeggen. Nee, maar ik heb een Minum, dus die van mij is slecht. Nee, ze zijn alle twee fucking slecht en niemand wil ze. En terecht ook. En terechting. Niet te ver met interacting. Yo, heb ik nu een Ormberry? Wat gebeurde daar? Even op Milan schermpje te letten en meteen ga ik dood en zo. Ja, daar gaat het fout. Nou, ik ga niet dood, want ik vecht tegen een puzzel, man. Ik zag nog hoe je Torchic dood ging, trouwens, in edit. Hoe ging mijn Torchic dood? Ja, omdat je een Noibet aan het vangen was en toen teamden ze allemaal up. Oh, ja, ik weet het ook weer. Dat was ook... Het was ook niet van... Oh, ik had niet door hoe dat dood ging. Volgens mij. Maar door hoe jij het zei, dacht ik, oh, ik had het zelf ook niet door. Dat was een vraagteken voor ons. Door wat het gekild was. Wat overigens wel eventjes iets anders, hè. Dat merkte ik bij het editen straks.
Misschien is het handig dat wij de last evo's, als de Pokémon bijvoorbeeld dood is gegaan en we willen die showen hoe die worden als qua shiny, zeg maar, dat we gewoon aan het einde, na de hele serie, gewoon alle Pokémon die we in onze boxen hebben, zeg maar, dat we die dan eventjes level uppen. Want anders dan... Ik was helemaal een Blaziken sprite aan het maken. Want die moet ik allemaal handmatig maken. Terwijl het helemaal niet nodig was. Omdat ik later pas zag van... Oh ja, die zit helemaal niet in je team. Maar je wou gewoon even laten zien. Oh ja, oké. Okay. Zo. Hey, Oranberry. Let's go. Wat een sukkel. Geef mij een Oranberry. Oranberry helpt me. En nu is hij aan het huilen. Kijk hem huilen. Hij kijkt echt best wel blij. Eerlijk is eerlijk. Maar... Ja, dan kijken we tot later. Tot de laatste aflevering. Je moet wel uitkijken, want de level cap is 26. Nou, shit. Oh, dan hebben we echt volgende aflevering al een cage op. Ja, maar we zijn dicht bij Marvel. Hey, Surskit heeft weer. Cool. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, wordt vet. Hij kan sowieso niet minder vet worden dan de originele shiny. Oh. Want die is lelijk. Ik ken die shiny niet. Oh, deze is wel vetter, ja. Oh, I'm feeling it. I'm feeling this, zoals Blink 182 zou zeggen. Tsunami Beard, scary face, maar ik vind haar face helemaal niet zo scary eigenlijk. Nee, maar die gaat ze dan pas opzetten als jij het gebeurt. Weet je hoe die scary face in anime doet? Volgens mij met zijn vleugels of zo, dat hij dan eng. Dan lijkt het één groot oog. Dat is wel eng. Oh, eng als ik nu sweet ben, dan... Oké, dat is onhandig. Ja, bubbel natuurlijk. Wat doe ik ook dom. Yo, zullen we zonder dom doen vandaag trouwens? Weet je zeker dat dat gaat lukken? Nou. Weet je wat ik hieronder moet editen? Ah! Wat? Hier moet ik editen van dat stukje van ah! Dat je al die donkere zo. Mensen zo ja, ziet. Of die airhorn zo. Die doet Arjen nu wel gewoon kapitein. In de shows. Oh, wow! Oh, hij doet het! Hoe deed je dat? Ja, magie. Hoorden ze dat ook in de opname? Als het goed is wel. Dat is wel vet. Weet je hoe ze dat in het Engels zouden zeggen? Heel seeking. Net zoals een vlek van Paula, die waren ook heel seeking. Ik ben nu wel heel erg benieuwd. Hij is echt heel goed. Hier mogen we niemand vangen en die mogen alleen doodgaan aan onze rival, hè? Toch? Wat zeg je nou allemaal? Ja, je mag daar niemand meer vangen, want daar heb je je plussel al gevangen. Ja, en je mag inderdaad doodgaan daar bij de rival. Nee, ik zeg hier kan je alleen doodgaan aan je rival, want dit is toch een bekende van... Oh, ga je dood aan je rival, moeilijkste rival, het ooit. Ja, ik vind dat altijd een beetje overdreven. Als je gewoon goed bent, dan gebeurt dat niet. Oh. Gelukkig hoorde je dat niet. Oeh, level 26 is deze growth wow. Maar de gym en ook level 26. Ja. Hij heeft me twee. Ik moet dit toch overleven? Aphrodite, waarom heb ik? Oh, ik overleef het net. Voorspan. Kan dat niet paralyze ook? Voorspan? Dat weet ik, denk ik niet. Flintje misschien? Normaal? Kan dat? Ik weet het niet meer. Ik dacht dat het iets was met voorspan, of zo deed je van yay. Behalve als je tegen je gebruikt. This may also leave the target with paralysis. Kijk. Jij bent zo'n pantsing, hè? Ik heb wel een broekje aan. Ja, dat is zeker waar. Ik bedoel, ik wil niet opscheppen, maar ik heb maar wel een broek aan. Oh. Wat? Ik zei, ik wil niet opscheppen, maar je doet het toch? Dat heb ik van mijn kat. Je bent net je kat. als je zo'n lijn hebt, hè? Nee. Ik ga dood. Oh nee. Als je zo'n lijn hebt, hè? Dat scheelt niet veel. Yeah. Dan zit ik zeg maar zo hier en jij zit echt vlak ernaast, zo hier. Ik ben helemaal niet handig bezig. Tip, wees wel handig bezig. Oh, thanks voor de tipping, Sandering.
Poison Power. Wat is deze guy allemaal aan het doen? Ik had ook meteen Tornado, want die heeft... Met vlammen. Step. Met vlammen. Ja, nou, ja, ja. Maar die heeft Step en dan Gust of Wing Attack. Ik weet niet of die special of physical is eigenlijk. Summer. Wat heeft Mighty Yena een slechte move pool op dit moment? Holy guacamole. Ja, daarom had ik hem ook gezegd in onze cage match. Gezegd, ja, 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 ja. Geloof ik het zelf, nee. Freeze in, wat is dat voor een... Gust. Hij is ook bijna wat? Dood, waarom ben ik helemaal aan het... Wat? Wat? Oh, Smellaby is Frozen Solid trouwens, wist je dat? Oh, ja, maar toen ging ik eruit, want ik ben een coole boy. Nou, dat is wel handig. Tip, doe dat. Heb jij ooit van de move Freeze In gehoord? Nee, wat van de move Freeze ook? Nee, grapje. Nee, echt nog nooit van gehoord. Even zonder dolletjes en zonder controle en zo. Nee, nog nooit van gehoord. Nee. Wat doet heftige het? Heftige shit. Ja, is instant freeze. Oh, maar dat zit. Het doet geen damage. Nee, maar ik vind instant... En het kan niet geswitcht worden? Oh, door de Whirlpool natuurlijk. Oh, wat een tactics hier. Wat een play. Ja, daarom had je dus ook niet Mudkip moeten kiezen. Nee, dat is niet... Ja, dat is wel waar, want dan heeft... Want bij mij heeft hij geen Will meer, denk ik. Nee, dat is waar. Dus ik denk oprecht dat mijn fight makkelijker is dan de jouwe. Dat je zo wil winnen. Hé, hey bro, ik heb mijn starter gezegd om nu een beetje gunstig te krijgen. Dat is niet waar, ik heb hem nooit gezegd. Ik heb hem wel gezegd voor Tornado. En daardoor kon ik die Shroomish verstaan, anders was ik dood geweest. Alhoewel, Alaskan Boo had ook wel wat gekund misschien. Ik heb gewend. Deze blijft zo fucking vet, ik wil haar nooit kwijtraken. Die vlinder. Ja, kijk dan hoe Beautifly ze is. Of hij, wow. Oh, het is een hij, maar je snapt het. Strong any, oh nee, please kill. Als dit niet killt, dan ben ik dood. Pshuw. Het zweet stond op dat spreekwoordelijke voorhoofd. Niet het spreekwoordelijke voorhoofd? Ja, niet eens de echte, hè. Dat is, laat wel eens zien hoe heftig het is. Oh, mee is verslag. Ze heeft maar 3 Pokémon. Vind je niet genoeg? Nee, dit was echt easy killetje namelijk. Nee, maar het is meer... Maar die was wel pittig voor mij. Ja, oké, dat is dan. Nee, omdat dit ook gedaan wordt als moeilijke fight en zo. En voor 3 Pokémon denk ik dan... Wat? Hé? Hoe zit dat? Ja, het is gewoon heftig dat die growth al level 26 is. Nou, dat is waar. Hey, je hebt een lelijk beest op je scherm. Lelijker dan Jemper. Dat zegt... Dat is onmogelijk. Oh ja, heb je wel eens... Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat is gemeen. Wow. Dat je Fanny leest zo lelijk. Wat ik zeggen? Jij wou zeggen... Heb je Paddy wel eens gezien? Hey, hij heeft een shiny, what the fuck? Ja. Wat de... Hoe werkt... Dat is wel vet. Oh, ik ben geheeld. Ja. Fucking kill. Ik dacht net nog van kut, ik ben gegeten naar de spreekwoordelijke pokercenter te lopen. Was het niet nodig. Weer poison powder. Heeft deze man geen leven ofzo? Poison powder. Nee. Poison powder. Geweldig. Nee, niet zo geweldig eigenlijk. Poisonig. Poisonig is het wel. Oh, cool, hij is neer. De heer is neer, zegt ze dan. Ielsu is een level omhoog. Dat is echt vies. Waarom hebben we nog in het team als je toch alleen maar loopt te zeiken op Zoom? Ja, nee, weet ik niet. Ja, wat moet ik dan? Een lege slot? Nu kan ik hem nog sekken als het nodig is. Wow. Ja, wat? Dat is toch zo? Ik bedoel, ik ga hem toch verder niet gebruiken, dus... Nog een shiny trouwens. Ik denk zomaar dat deze trainer... Hex? Moet zo even naar de naam kijken van de trainer. Oké, even naar de naam kijken.
kijken hoor. Eventjes naar de naam kijken. Niet, niet afleiden, please. Niet afleiden. Wat gebeurt er nou? Ah, ik heb hem geparalyzed met Forspawn. Ah, jij wel. Oh, wow. Hoorden jullie daar... Shiny Hunter Edwin. Heet hij echt zo? Ja, hij heet... Ah, dat is vet. Dat is echt leuk dat ze dat erin gedaan hebben. Ja, dat ik voel hem wel, Edwin. Ik voel hem wel. Edwin is wel een coole guy. Ik ken een Edwin. Ik ook. Yo, Orish. Was dat met mijn encounter in plaats van... Nee, oké, okay, ik hou op. Hij houdt wel op, maar niet vanzelf. Nee, er moet wel best wel wat voor gebeuren hoor, voordat ik ophou. Nee, een trainring. Volgens mij was er ook echt nog niet eens één trainer voordat ik naar Mawau kan lopen, maar... Mawau of Mawau? Mawau. Zie? Oh nee, wel eentje, oké, okay, gelukkig. Yo, Ray Dark. Ik hoop niet dat die pijpsteel laat vallen. Stelen ja, pijpen. Stalen pijpen? Stalen pijpen, dat bedoel ik. Aaron. Zo. Ik denk dat wij de aflevering zo meteen gaan beëindigen als Sandring klaar is. Ik wacht hier. Sandring? Jij kunt het zo goed. Zeg nog een keer. Sandering. Ja, zie, ik zei toch dat je het goed kon. Je bent niet normaal meer. Ja, dat zegt hij wel. Ja. Dat zegt hij soms wel, ja. Wingertek is toch beter dan Gust? Wat? Wingertek is toch beter dan Gust? Nee, maar hij is special. Ah. En Erkut is ook special. Vandaar. Vandaring on the cake. Ja, nee. Oké, okay, cool. Ja, ik heb echt een electric weakness. Ja, maar Sandring, ze zijn laag leveling. Okay, okay. Skeet op in. Oh ja, jij wilde aflevering afsluiten. Engels leemwoord trouwens. Forspawn? Paralyzed? Hier, one hit KO, niks meer aan doen. Cooling. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.